spoor ter hoogte van de Kattenbroekentunnel in Woerden zijn de hulpdiensten vannacht massaal opgeroepen. Een vrouw is vannacht zwaar gewond geraakt bij een mislukte zelfdoding. Naast de politie, brandweer en ambulancepersoneel zijn er ook traumaartsen ingevlogen. Over de gezondheidstoestand van de vrouw is tot nu toe nog niets te zeggen. Het enige wat bekend is dat ze er ernstig aan toe is. Om de hulpdiensten de ruimte te geven is het treinverkeer vanaf 1 uur vannacht volledig stilgezet.